Mensen, welkom terug bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Nummer 7 van Road to Top 100. En vandaag, ja, je ziet het al in de titel, hè. Wordt het iets heel moois. Mooier dan deze video wordt het niet. Ja, jullie gaan straks zien welke speler van meer dan 1 miljoen coins ik ga packen. En als je goed hebt opgelet, afgelopen weekend de Eredivisie hebt gekeken. Of als je op zondagavond Studio Sport hebt gekeken. Dan gaat er nu een belletje rinkelen. Want ik juich namelijk in mijn wedstrijd net als de speler die ik straks ga packen. En dan moet 1 plus 1 2 maken voor de oplettende kijker. Voor degene die nou nog niet weet waar ik het over heb. Je gaat er straks achter komen, want je gaat die goal, de celebration, de pack, je gaat het zien. Je gaat mijn pack reacties zien. En ik kan je al vertellen, ik ga best wel los. Aangezien het erg welkom was, het pakketje dat ik open. En vervolgens ga ik jullie nog eventjes meenemen naar... of ik ga jullie een aantal vragen stellen. Welke team ik moet gaan bouwen. Ik laat nog een paar andere packs zien, want de speler voor meer dan 1 miljoen coins is niet de enige die we gaan packen. Dus het wordt vandaag... het wordt fantastisch. Ik ga jullie niet meer langer in spanning laten. Check de pack, check mijn reactie. Ik zat samen met Yannick Lopez en Mike de Wierik in de party. En Yannick voorspelde zelfs al welke speler ik zou gaan packen. Bizar. Ik weet eigenlijk niet wat er allemaal gebeurde op die avond. Maar ga vooral lekker kijken en ga genieten. Ik heb ook nog eens een matchende trui aan. Hoe? Ik weet het niet. Ik heb ook gewoon nog een trui aan. Ik ga het straks wel. Je gaat het gewoon zien. Check it out. De assist van Lang. Nog 2. 2. Walkout, walkout. Let's go. Frans, Kilian, alsjeblieft. Kilian, alsjeblieft. Oh. Kilian! Mbappé! Mbappé! Tuurlijk! Mbappé! Lekker! Kilian! Jana, je zei het tegen me. Je zei het tegen me. Tuurlijk, Mbappé! 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 Hey! Hij zei Millie! Woe! Yes! Yes! Lekker! Kilian! Mikey en Yannick, hey, shout out naar jullie, man. Jullie zijn hierbij. Kilian! Heerlijk, man. Lekker, man. Oh, wat top, ouwe jongens. Heerlijk. Kilian, nou. Lekker. Hé, maar ik sla hem gewoon even op. We zien later wel wat we ermee gaan doen. De hype is super real. Elhan Koeri. Sierhuis. Met Vriends. Sierhuis bereikt bijna Benschop. Hier komt Zeefuik. Zeefuik! Zo wild geschoten. Natuurlijk moet hij de trekker overhalen. Maar misschien wel wat beheerster. Zodat die bal in ieder geval op doel is. Goeie actie van Kai Sierhuis. Die een scherpe indruk maakt bij zijn invalbeurt. Elhan Koeri. Langs Rahi. Goed gespeeld, Daniel van Kaam. Voorzet Warmerdam, Sierhuis. Sierhuis met de kans, Sierhuis met de goal! Daar is hij voor Groningen. Ontzettend gretig ingevallen vandaag. Kai Sierhuis met zijn eerste doelpunt in dit seizoen. Verlost hij Groningen. En eindelijk is er wat te juichen vanmiddag voor de supporters van FC Groningen. Wat een belangrijke goal. De opening van Van Kaam, de voorzet van Warmerdam en dan wint hij het duel hier. Is hij een keer Vriends de baas en passeert hij Tim Koremans. Groningen op voorsprong, het doelpunt van invaller Sierhuis. Ja mensen, ongelooflijk. Ik pack dus gewoon Kylian Mbappé. Op het moment dat ik deze video aan het opnemen ben, is Kylian Mbappé ongeveer 1.050.000 coins waard.
Dat betekent natuurlijk dat we een hele leuke toevoeging kunnen gaan doen aan ons team. Welke speler ik ga kopen, ben ik nog absoluut niet over uit. Dus ja, heb je nou een suggestie? Ik heb natuurlijk wel wat ideeën in mijn hoofd. Maar heb je nou een suggestie? Laat het dan ook even weten in de reacties. En jongens, gekker dan deze video ga je het echt niet krijgen hoor. Ik pack voor eerst, volgens mij 2 dagen voor de wedstrijd, pack ik Mbappé. Op zondag mag ik invallen. Ik scoor de 1-0 in de 85e minuut en ik juich als Mbappé. Ik denk dat je het niet gekker dan dat gaat krijgen. Het is ongelofelijk wat er allemaal is gebeurd afgelopen weekend. Vind je dit nou een leuke video? Vind je de pack van Mbappé leuk? Vind je de goal leuk? Vind je Groningen leuk? Vind je de celebration leuk? Vind je één van die dingen leuk? Doe dan gewoon eventjes een blauw duimpje omhoog. Laten we deze video even gaan pushen. Ik weet niet, ik weet niet eens hoeveel likes ik op een gemiddelde video krijg. Dat ga ik allemaal nog eventjes bekijken. Maar zorg dan dat jij het duimpje sowieso omhoog hebt gedaan als je deze video aan het kijken bent. Kijk je deze video en ben je nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Klik dan ook zeker even op abonneren. En zorg dat je je belletje hebt aangedrukt. Want dan mis je geen enkele video van deze serie Road to Top 100. Waarin we hopelijk over een aantal weken... de komende weken wat stapjes kunnen gaan maken in de Weekend League. Want dat gaat nog niet echt voortvarend. Maar goed, daar praten we straks nog eventjes over. Ik ging op zaterdag, denk ik, zaterdagavond, ja. Ging ik nog wat promo packs openen. Ultimate Screen promo packs. Om maar eventjes te kijken of we daar ook nog wat uit konden halen. En vervolgens is dit... deze pack die je nu gaat zien. Maar allerlaatste Goudspelers Premium promo pack die er nog in de store was. En daar packen we de volgende speler uit. Enjoy! Ja, en dan zie je hier hoe ik het laatste Goudspelers Premium pack open. En dan gaan de borden open. Dan zien we groene flares en een walkout. En dan weet je, het is een Scream speler. En dan is het de enige echte CAM van Bayern München, Thomas Müller. Ja, ja, ja. En daar komt hij als een gekke weerwolf uit de pack gelopen. We packen dus ook nog Thomas Müller. 3 ton waard en op de balans. Ja, beste kijkers, dat was hem dan. In 1 weekend packen we eerst Kylian Mbappé. Vervolgens packen we Scream Thomas Müller die we voor 300.000 coins hebben verkocht. Dat betekent dat we samen bijna 1,4 miljoen maken met die 2 spelers alleen al. Zondag vallen we in en maken we de 1-0 en juichen we ook nog als Kylian Mbappé. Een beter weekend dan dit had ik me niet kunnen voorstellen. Aangezien ik ook nog bij de tweede, bij de reserves mee moest doen en daar ook 2 keer scoorde. Dus voor mij was dit een top weekend. Ik heb lekker gevoetbald in het echt. We hebben FIFA gespeeld, we hebben goede packs geopend. Het enige mindere puntje was de Weekend League. Want ik ging 15-2 in de Weekend League. En ik heb Elite niet eens gehaald. Het is echt belachelijk. Ik weet niet wat me is overkomen dit weekend. Eigenlijk de eerste 17 potten gingen prima. Ik ging 15-2. Oh, dat heb ik nog niet eens verteld. Terwijl ik in mijn zevende pot denk ik een disconnect had. Dus moet je nagaan dat je eigenlijk 15-1 gaat op dat moment. En degene die we verloren was op penalties. Dus op dat moment speel ik 17 potjes. Ik verlies er 2. 1 disconnect en 1 op penalties. Dat is hartstikke prima eigenlijk. Maar vervolgens ging alles fout. Ik kwam elke keer in verlenging. Elke keer werd het penalties. En ik verloor elke keer naar verlenging en naar penalties. Ik denk dat ik van de... Ik heb uiteindelijk 20 gespeeld. Of 28 gespeeld. 20 gewonnen, 8 verloren. En ik denk dat ik van de 8 potjes die ik verloren heb er... Nou, wat zal het zijn? 6 na penalties of verlengingen verloren. Eentje heb ik heel erg terecht verloren. Dat was van een jongen die ook competitief FIFA speelt. Nederlandse jongen. Dus dat was meer dan terecht. En eentje denk ik in de, ja, dat het een spannende wedstrijd was. En dat ik hem uiteindelijk verloor. Dus wat dat betreft geen grote verschillen. Maar ik moet gewoon zorgen dat ik dat soort potjes ga winnen. Want anders wordt het nooit wat. Dus ik ga er gewoon weer keihard voor werken. Om richting die elite in ieder geval eerst te komen. En dan hopelijk pakken we daarna snel de draad op. En kunnen we van Elite 3 naar Elite 2 naar Elite 1. En hopelijk naar die top 100. Ik wil jullie allemaal echt enorm bedanken voor het kijken van deze video. Ik denk dat dit een vrij unieke video is. A, op mijn kanaal. B, op heel YouTube. Want zoals dit ga je het niet vaak zien. Vond je dit een leuke video? Ik ga je het nog 1 keer vragen. Smash dan eventjes dat likeje. En zorg dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Want dan ga je niks missen van deze serie. En dan zie ik jullie heel snel weer met de volgende video. Thanks voor het kijken en rustig aan.